Welkom op de scheepswerf van de familie Buys in Krimpen aan de IJssel. Een familiebedrijf dat al 158 jaar bestaat. Kees met een C, Kees met een K en Leen, die de zaken overgenomen hadden van opa Jan en opa Steven, hebben een paar jaar geleden de zaak overgedaan aan Marten, Gerrit, Jan en Cornelis. Daarmee staat een zesde generatie Buys op de werf aan het roer. Dik anderhalve eeuw geleden, om precies te zijn, 1859, begon de familie Buys met het maken van houten sloepen en roeiboten. Tegenwoordig bouwen ze voornamelijk stalen casco's voor luxe jachten. Ondanks het feit dat Leen al met pensioen kan en mag, is hij dagelijks op de werf te vinden. Vandaag is hij bezig met afschrijven. Dat wil zeggen het krassen in staal om aan te geven waar en in welke vorm het moet worden bewerkt. Van jongs al begonnen, uitgegroeid, je bent uitgerekend, prijzen graag gemaakt en alles samen met Kees gedaan. Dit, de beginfase dat ik dan deed, vond ik altijd leuk en dat vind ik nou nog leuk. Ik hoop eind van de week weer een paar weken met vakantie te gaan. Dit moet wel klaar. Ik heb de vrouw gezegd, ik maak het wel klaar hoor. En dan gaan we met vakantie. Verderop op de werf vinden we het heiligdom van Cornelis. Hij is samen met zijn oom Kees de door vader Leen afgeschreven platen in de gewenste vorm aan het persen. Ik ben hier altijd, ja. Hij vindt het leuk om die platen te vormen. Zeg maar, op school zat, in het vakantiewerk, stond ik wel bijna altijd aan deze machine. Zeg maar, als maatje, zeg maar. Dus ik was 15, 16 jaar, vond ik het al leuk. Hij is gewoon de beste van de wereld, dat ken niet anders. Hij heeft zoveel feeling, zoveel gevoel erin. Als ik het doe, dan geef ik te veel rek of te weinig. Bij hem is bijna altijd in één keer goed. Het is echt ongelooflijk wat hij voor elkaar krijgt. Zijn Leen en zijn zonen voornamelijk op de werf zelf aan de slag. Vader Kees en zoon Marten zijn meer van de buitendienst. Vroeger sleepte Kees de opdrachten binnen, nu doet Marten dat. Toen ik begon in ons familiebedrijf, en dat was in 1968... 24 jaar op rij hebben wij binnenvaartschepen gebouwd, de een na de ander. Wij bouwden ze compleet af. Als ze bij ons wegvoeren, dan was dat inclusief alles wat erop en eraan is. Dus varend tot en met de bloempotjes en de gordijntjes en alles wat er daartussen zit, dat was aan boord. Daar zorgden wij voor. Compleet, vaarklaar, gingen ze bij ons weg. En het zou natuurlijk geweldig zijn als je ziet dat nog eens een keer terugkomt. Uiteindelijk zoek je het werk op waar het gewoon het meeste brood in te verdienen is. Op dit moment zijn dat voor ons de casco's van jachten. Ik zou het natuurlijk ook fantastisch vinden als we weer gewoon zo'n compleet schip kunnen opleveren. Dat is ook weer voor mij weer een hele nieuwe uitdaging. Pa heeft dat tientallen keren gedaan, maar ik niet. Het zou wel leuk zijn als dat nog eens een keertje zou gebeuren. Ja. Vader Kees wil dus het liefst ooit nog eens een heel schip opleveren, tot de gordijnen aan toe. Zo, nou, dat was een lekker stukje. Hoofd weer leeg. Zo. Maar voorlopig blijft het bij casco's, waar in de loods hard aan gewerkt wordt. Jullie zijn met vier bazen? Met vier bazen. Maar wie is nou de echte baas? Allemaal evenveel. Ah, dat geloof ik niet. Ja, en allemaal evenveel. Maar als je niemand nou is wat meer, niemand is minder. Maar als je nou een meningsverschil hebt, wie wint er dan? Wie zegt dan uiteindelijk, dat doen we? De meeste stemmen gelden. Ja. En als het 2-2 is? Dan moeten we verder vechten. Kop of munt? Ja, zoiets, maakt niet uit. Maar, en dan moet je het eigenlijk weer neerleggen. Heb je niet gelijk, dan stop je ermee. Dan ga je gewoon met hun kaiten weer er tegenaan. Anders lukt het niet. Wat in elk geval wel gelukt is, is de nabije toekomst zeker te stellen. Want daar is op de werf wel eens zorg over. Hey, wacht, blijf even wachten. Marten kondigt een ambitieuze klus aan. Beste mensen, de afgelopen tijd heb ik regelmatig de vraag gekregen: zijn jullie eigenlijk nog wel bezig met wat nieuw werk? Ik kan jullie nou vertellen dat wij afgelopen vrijdag de opdracht hebben gekregen voor een nieuw schip. En dit geeft ons werk tot oktober 2018. Zo. Daar heb ik wat shirtjes voor laten drukken, omdat het is voor ons echt een... het is het grootste schip ooit wat we nu gaan bouwen. Maar we gaan dit bouwen. Zo. Dat is een 61 meter jacht.
Ik heb hier een algemeen plan. Ja, Harry, jij zijn ook even beter lauwen. Dan heb je een beetje een idee van wat het gaat worden. Maar het is een mega jacht. Het past eigenlijk hier niet eens in de loods. Hoe we het gaan doen, nou ja, goed, we zijn innovatief genoeg om daar iets op te verzinnen. Maar dit gaat hem worden. Natuurlijk is de hele familie blij met zo'n mega-order. Maar het proces ernaartoe verloopt niet altijd vlekkeloos. De afdeling sales en productie zitten niet altijd op één lijn over de bedrijfsvoering. Gerrit en ik hebben er best wel een discussie over. Je wil niet graag nee zeggen als ondernemer. Hè? Als je een schip of een jacht mag bouwen of die kans krijg je. En anderen zeggen ook ja. Dus ja, als wij dan nee zeggen, dan ja, op een gegeven moment dan groeit de gras hier op de werf. Dat gaat niet. Maar aan de andere kant, Gerrit die moet het op de werf ook allemaal aanzien te sturen. En Jan, het moet ook allemaal nog wel een beetje passen. En we kregen wat aanvragen en we hadden al wat werk. En ik zeg, nee, we moeten die ook pakken. En nog een boot erbij en nog één. En Gerrit zegt, maar dat kan niet. En ik zeg, oh, waarom niet? En nou ja, goed, dat ging best wel fel even hier op kantoor tussen ons. Ik zeg, nou Martin, ik zeg, en dan ben je nog een derde bootje erbij leggen. Ik zeg, waarom moet je dit kwijt? Ik zeg, succes ermee. Ik zeg, want ik ga dat niet doen. Nou ja, dat zag hij dan ook wel in. We zijn er in ieder geval ja, als familie wel van overtuigd. We zijn al 6 generaties lang zit dit bedrijf al in de familie. Nou, we ervaren dat ook allemaal, ondanks onze verschillen, als een zegen van God. En dat onze, ja, God er ook ja, ons het verstand voor geeft en ons bij helpt, zeg maar. En die focus, ik denk dat die wetenschap, dat delen we echt als familie. En dan zal je op details best verschillen. Maar dat wij weten dat we het niet zonder God kunnen, dat weten we eigenlijk allemaal. Ook al laten Leen en Kees de dagelijkse beslommeringen nu aan de jongere generatie over, dat betekent niet dat hun afscheid op stapel staat. Zij zijn verknocht aan de werf. Wij waren kinderen nog. Dat wij dan op woensdagmiddag, als we vrij waren, ja, dan ga je naar je vader, naar de werf, en er valt van alles en nog wat te beleven. Er moest nog gehezen worden en dan vond je dat heel mooi om dat wiel te draaien. Daar had je vader geholpen. Dat was fantastisch mooi natuurlijk. Ja. Ik denk dat ik een ventje van de lagere schooljaar of 8 of zoiets, dat ik voor het eerst met mijn vader mee mocht. En ik, misschien een paar jaar ouder. En toen kropen we boven in de kraan en toen liepen we de hele arm uit tot op het eind. En een ander die draaide hem door de ronde, zodat we gratis en voor niks, net als op de kermis, een rondje van de zaak. Rondje van de zaak kregen. Ja. Ja. Hij doet het nog steeds. Ik denk dat hij onverslijbaar is daarmee. Kijk, de materialen die je verwerkt en de schepen die je bouwt, ja, dat is allemaal aan verandering onderhevig. Maar zo'n torenkraan, ja, hij kan wel 100 jaar mee bij wijze van spreken. Als die een beetje onderhouden wordt, dan kan dat goed. Voordat de familie Buijs aan de bouw van het nieuwe jacht kan beginnen, moeten de liggende orders eerst af. Vandaag vindt de kiellegging van 2 visserskotters plaats, die de Buijsmannen aan het bouwen zijn voor de families Van den Burg en Kranendonk. Ziet er mooi uit zo, toch? Perfect gedaan. Nou ja, ik zeg goed zo. Ik heb nog een beetje daarin rijden. Belangrijkste vlag in het midden, dus... Zo'n kiellegging is een officieel moment en reden voor een feestje. En dan zal Gerrit helpen bij het lassen van de schecht, van de kiel. De nieuwe eigenaar legt volgens oud gebruik de eerste las. Hier mag je alleen zo doorheen kijken dadelijk. Want jij gaat lessen, keer lassen, ja. Denk ik. Ja. Dan moet je deze dadelijk zo met je handjes kijken en dan moet je door dat donkere ruitje heen kijken. Het gaat bijna goed, maar het ziet er redelijk uit. Ja, stoppen maar. Je hebt net de kiellegging gedaan, wat is dat voor fenomeen? Ja, dat weet ik ook niet precies. Dat moet je niet aan mij vragen. Ik ben er ook niet zo erg thuis in, maar nou ja, het is een betekenis toch? Het is een traditie. Het is een traditie. Voor een behouden vaat hebben we net gehoord, dus dat zal dan wel... Als je uit elkaar afvalt, weet je waar dat ligt. Dat zo zeggen. Ging het hier fout. En dan staat er nog een grote gebeurtenis op het programma. De tewaterlating van een casco. Wij gaan strak trekken zo. De afgelopen 5 maanden hebben de mannen keihard gewerkt om de 48 meter lange romp van een toekomstig passagiersschip op tijd af te krijgen. Zelfs de burgemeester van Krimp is gekomen om de tewaterlating van het schip mee te maken.
Ja, je bent een maand aan het werk geweest met elkaar. En als je dan zo'n project weg ziet gaan, zeg maar, dat geeft wel heel voldaan gevoel. Je hebt het echt met elkaar gedaan. Ik heb met mijn opa gewerkt, met mijn vader gewerkt. Met mijn broertjes en neefjes. En elke keer zijn we er weer trots op dat we weer werk af kunnen leveren. Dat zijn we allebei elkaar zo. De ene haalt het binnen, de andere doet platen voor hem. De volgende zet het in elkaar. Dat is gewoon geweldig. Nou, Martin, daar gaan weer een hele hoop boterhammen te water. Hè? Ja. Zo kan je toch wel zeggen. Ja. Die kant is al genoeg. Die is al ver genoeg, alleen jij nog ietsje. Ja hoor. Jullie hebben met elkaar toch wel een mooi stukje werk ervan gemaakt. En wij als oudere generatie vinden dat natuurlijk wel ontzettend leuk als we zien hoe de jongere generatie daarin doorgaat. Zou je zeggen, ja, het kan niet mooier. Hè? Goeie reizen! En zo is er weer plek op de werf voor het 61 meter lange jacht dat ze nu gaan bouwen.